10 jaar politiek café in Nieuwegein. Vandaag. 10 jaar dezelfde voorzitter, Dick ten Blanke. 10 jaar heel veel verschillende gasten. 10 jaar een politiek café voor alle ondernemers en voor de mensen die hier in Nieuwegein wonen. Dick ten Blanke, 10 jaar voorzitter, 10 jaar politiek café. Wat een mijlpaal eigenlijk, hè? Kan je wel zeggen. Daar zijn we heel trots op. We hebben het met z'n allen gedaan en 10 jaar succes. Dat is leuk. Waarom zijn jullie met politiek café hier in Nieuwegein begonnen? In die tijd met 2 andere ondernemers, Wim in het veld en Justin van Hooijdonk, vonden wij dat de ondernemers en politici informeel in contact moesten komen. En daar streven we nog steeds naar. En we hebben wel gekozen voor een open structuur, dat meer mensen van Nieuwegein erin kunnen komen. En we kunnen nog steeds volhouden dat iedereen ook nog gratis welkom is. Dat kost een hele hoop geld, Dick. Ja, maar daar hebben we ook hele leuke sponsoren voor gevonden. Ik moet zeggen, de Rabobank heeft ons in het begin heel erg goed geholpen. Ik moet één ding herinner ik me nooit. Op een gegeven moment waren we klaar zo'n beetje. Dat gaan we doen. En Justin, Wim in het veld en ik kregen elkaar aan. We gaan. We hadden nog geen cent in de tas. En met andere woorden, we gaan. Dan betalen die het zelf wel. We zien wel. Maar heel snel kwam Paul Verhoef van Rabobank Utrecht, die toch zelfstandig was. Die gaf ons de eerste 3 avonden. Carte blanche, ga je gang maar, die zijn voor ons. We werden er 4. En daarna begon de Club van 100, heel belangrijk. Inmiddels zo'n, we tellen ze pas als ze betaald hebben, zo'n rond de 140 leden. We hebben de Rabobank nog steeds als hoofdsponsor. We hebben veel de MBC en de Lantaren als sponsor. Elke hand is door Utrecht als sponsor. En zo komen Jan Splinter wel weer door de winter. En de gemeente Nieuwegein nog een stukje. Ja, niet zoveel. Kan meer, vind ik, voor zo'n groot bedrijf als de gemeente is. Maar dat komt voor goed. Een hele hoop verschillende gevarieerde gasten. Hoe komen jullie eraan? Ja, dat is vooral de programmacommissie die daar een stem in gehad heeft. En geleidelijk kan ook tevreden gasten. En die maken eigenlijk weer reclame. Keurig netjes, dat komt niet door mij, maar vooral door de programmacommissie. Keurig netjes een mailtje, een bedankje, dat goed is, goed verzorgd. Bovendien streven we er niet naar om, dat hebben we van het begin af al, voor de oprichting al gezegd, of in de oprichting. We streven er niet naar om iemand het pootje te haken of onderuit te halen. We willen proberen hun verhaal te laten vertellen en de discussie met de zaal aan te gaan. Vanavond zou te gast zijn de minister van Defensie, mevrouw Janine Hennis-Plasgaard. Echter, een tragisch helikopterongeluk in Mali, waarbij de 2 Nederlandse inzittenden verongelukten, gooide roet in het eten en de minister moest op het laatste nippertje verstek laten gaan. De organisatie van Politieke V vond ter vervanging daarvan een aantal aanwezigen bereid achter de tafel plaats te nemen. Dat waren een 3-tal voor de Provinciale Staten verkiesbare deelnemers. Nummer 11 van de lijst van het CDA. En ik ben, net zoals Anita, een echte Nieuwegeiner. Dus gesproken werd met hen over duurzame energie, openbaar vervoer en de zelfstandigheid van de gemeente Nieuwegein. Ik ben wel benieuwd, hebben wij straks nog steeds in de stadsregio, als het aan deze 3 partijen ligt, prioriteit bij OV en de fiets, wat ik denk voor het stedelijk gebied wel echt nodig is. Voor het stedelijk gebied, kijk, die concessie die loopt nog 1 jaar of 9 als ik het uit mijn hoofd zeg, van de broeders, dan zal er niet veel veranderen. Laten we uit je hoofd met je auto te gaan. Je betaalt je helemaal blauw om te parkeren, dus dat stuurt vanzelf. Ik ben een groot voorstander van prijzensystemen. Als je in Utrecht 5 euro per uur moet gaan betalen in de binnenstad, en je gaat 4 uurtjes even naar een film, ben je 20 euro kwijt. Dan ben je toch gek om dat te doen. Pak je een buskaartje voor 2,5 euro heen, 2,5 euro terug. En dan is het klaar. Statenleden, hoe zit jullie partij erin om de rest van de gemeente in de provincie Utrecht te overtuigen dat ze ook voor windenergie en zonne-energie gaan? Want we hebben een grote taak in de provincie. We lopen zwaar achter. En volgens mij heeft mijn partij het voortouw genomen en daar mogen jullie op doorgaan. Dus ik wil graag de mening van jullie 3 horen. Nou, laat ik zo zeggen, ik weet niet precies, daar moet ik me even voor onschuldigen. Ik weet niet de details precies, maar ik vind windmolens vind ik allemaal gelul. Zonne-energie, dat lijkt me een veel betere toekomst hebben dan windenergie.
Ja, voor de VVD is het belangrijk dat als er alternatieve energie neergezet gaat worden, dat het wel op basis van draagvlak is. Het draagvlak binnen de gemeente, bij de bewoners. Herman. 50PLUS die vindt dat er zat windmolens zijn. Wij willen er helemaal niet bij houden, om alle redenen die daarvoor gelden. Vanavond was, naast de burgemeester van Nieuwegein, Frans Bakhuis, ook aanwezig de burgemeester van Veenendaal, de oud-wethouder van Nieuwegein, de heer Wouter Kolf. We hebben het over Schippers complottheorieën dat bonnen van 15 jaar geleden toevallig nu boven water komen. Er zijn allerlei incidenten. Hoe voel je dit aan als VVD'er? Is dit een complottheorie, heer? Nou, ik zal zeggen, sinds ik burgemeester ben, dat ik steeds verder van de partij politiek af kom te staan. Maar mijn collega Wouter is nog kamercentrale voorzitter van de partij, van de VVD. Maar het gevoel zit er nog wel, toch? Nee, dat gevoel blijft ook wel. Maar ja. Als je op enige afstand kijkt, blijf ik me ook wel eens een keer verbazen over wat er gebeurt. En hoe kleine dingen soms heel groot gemaakt worden. En over bonnetjes, of dat nou toeval is of niet. Ja, ik heb daar geen oordeel over. Maar het verbaast me wel dat er zijn hele belangrijke dingen in dit land en in een provincie en in een gemeente aan de hand. En de kranten staan bol over een bonnetje. Ik ben natuurlijk, net zoals ieder ander die zich in de politieke context begeeft, een bepaalde ideologie toegedaan. En dat is bij mij het liberalisme. Dat doe ik met volle overtuiging. Maar als burgemeester, en die vraag kreeg ik net, ben ik van alle partijen. En dat vind ik ook een ongelooflijk groot goed. Dat wat mij betreft ook behouden zou moeten blijven, ook in de toekomst. En dan raak je alweer het vraagstuk van de gekozen burgemeester. Maar ik vind dat een van de belangrijkste assets van het burgemeesterschap, dat je van iedereen kunt zijn. Maar gaat dat nog wel over echt de inhoudelijke verschillen in de politiek? Het gaat toch veel te veel over het gedoe, alles eromheen. Ik wil zeggen, het uitvergroten van die verschillen. Daar draag je nu ook zelf weer aan bij, Bert. Ik bedoel, je stelt nu de vraag, gaat het niet over dingetjes en over gedoetjes? Ja, dat is een vraag waar we dan weer vervolgens antwoord op moeten geven. Terwijl ik zou graag met u zou willen praten over hoe het is om burgemeester te zijn, of hoe ik kijk tegen Nieuwegein of Veenendaal, of over de toekomst van Nederland. Mag ik daar wat over zeggen, Peter? Want ik ben naar het vorige politieke café eigenlijk naar huis gegaan met één ding wat me al 4 weken lang bijblijft. En dat is dat de heer Van Dijk, die van de G1000 het Amersfoort kwam, die zei op enig moment van nou, het gaat over het debat en een debat proberen de verschil te vergroten. En we moeten niet debatteren, we moeten in de dialoog met elkaar om te kijken hoe we bruggen kunnen slaan en samen dingen kunnen verbeteren. Ja. En dat die zin, die blijft mij al 4 weken lang bij en denk van dat is waar wij naartoe moeten. En dat betekent ook een andere rol voor de politiek. Dat betekent dat de politiek veel minder, ook al doen ze dat in campagnetijd, wel de verschillen moet gaan vergroten, maar veel meer moet kijken hoe kunnen we bruggen slaan tussen verschillende opvattingen, verschillende meningen, om daarmee het beste voor onze stad te bereiken. Hoe zit het met de vergelijking Veenendaal-Nieuwegein? En dan begin ik bij onze burgemeester uit Nieuwegein. Wat is Veenendaal en wat is Nieuwegein? Ja, ik ken Veenendaal niet zo goed, behalve dat het toen Wouter een paar maanden daar zat, ik een keer op bezoek kom en je hebt me de hele stad laten zien en verteld van de historie van die stad. En toen heb ik tegen Wouter gezegd, er is een groot verschil tussen Veenendaal en Nieuwegein. En ik vergelijk dat even met mijn vorige gemeente waar ik burgemeester was, Oldenzaal. Veenendaal en Oldenzaal zijn allebei gemeenten waar de textielindustrie en de andere industrie op enig moment teloor ging. En dat die gemeente zei, we moeten dat oppakken. En er zijn heel veel lokale kleine ondernemers gekomen. Die hebben heel veel ruimte gekregen. Die zijn heel erg verbonden aan die stad. Waardoor als er in die stad wat georganiseerd moet worden, gelijk een heleboel mensen klaarstaan en dat ook voor elkaar komen. En in Veenendaal is de sterke structuur van de kerk, speelt er ook nog een belangrijke rol mee, in. En dan zie je dat de grote verschil daarmee is dat Nieuwegein in de tweede of de derde notarische ordening bedacht is op de tekentafel. Iedereen stond te juichen. Hier moeten de mensen komen wonen die in de stad Utrecht niet meer komen wonen. En dat is heel snel geëxplodeerd in inwoneraantal. En dat betekent dat we die historie niet hebben. En tegelijkertijd ook niet hebben die externe bedreigingen die twee andere gemeenten die ik net noemde wel hebben. En dat is het grote verschil tussen Nieuwegein en Veenendaal. Pluspunt van Nieuwegein is dat het wat dichter bij Utrecht ligt. Niet te lang nadenken. Nee, ik had het antwoord al gegeven. Nee, dat is onzin. Nieuwegein is een geweldige gemeente. Ik ben hier echt met heel veel trots en met veel plezier wethouder geweest. Ik had een prachtige portefeuille waarin ik de hele samenleving heb kunnen zien. En het ondernemerschap van Nieuwegein, dat zal ik niet snel vergeten. En dat is iets wat me sowieso aan het hart ligt. Mensen die risico nemen en die eigenlijk met voor eigen rekening en risico voor eigen portemonnee andere mensen aan het werk houden. Dat is iets wat me altijd heeft aangesproken. Dat zit
in de genen van Nieuwegein. Wat is het opvallende in Veenendaal, nu daar aan het werk bent als burgemeester? Nou, ik vind de kenschets die Frans Bakhuis net in 3 minuten geeft, vind ik heel treffend. Er zitten grote overeenkomsten tussen die twee gemeenten, maar ook grote verschillen. En de overeenkomsten zitten in het ondernemende. Veenendaal heeft ook ruim 30.000 arbeidsplaatsen en 4.500 bedrijven. Veenendaal heeft ook echt een arbeidsethos, een mentaliteit van handen uit de mouwen en doe maar gewoon. Heeft ook zeg maar ruim 60.000 inwoners en vele nationaliteiten binnen de gemeentegrenzen wonen. Dus er zitten veel overeenkomsten in. Maar de verschillen zijn er inderdaad ook en dat zie je terug in de historie. Thank you.